Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vorige week heb ik jullie alles geleerd over de dwergkees. En in deze aflevering ga ik laten zien hoe je de vacht verzorgt. Maar ik ga het niet alleen doen. Wil je er alles over zien? Blijf kijken! Oké, ik vertelde al dat ik vandaag een bijzondere gast heb en dat is ten eerste Smuf. Ja, Smuf moet hoog nodig naar de kapper. En naast me staat Cirilla. En hoe lang knip je jouw honden? 23 jaar. 23 jaar en je hebt alle soorten honden gezien? Ja. Maar je bent nu gespecialiseerd in dit ras, toch? Ja, gespecialiseerd in Pomeranians. Ja, oké. Nou, ik heb vandaag Smuf meegenomen. En die heeft denk ik wel een goede knipbeurt nodig. Ik geef hem eventjes aan jou. Ik wil alles weten, hoe verzorg je nou een vacht van een Pomeranian dwergkees? Nou, we gaan beginnen met hem te wassen. En dan wordt hij droog geblazen. En daarna wordt hij helemaal uitgeborsteld en netjes in model geknipt. En qua shampoo, ken ik gewoon alle shampoos om te gebruiken? Of moet je echt hondenshampoo gebruiken? Nee, je gebruikt echt hondenshampoo. Oké, gaat hij ook in bad? Ja. Maar welke shampoo moet ik dan pakken? Je mag de eerste pakken. De gele? Ja, daar zit een olie in. Er zit minkolie in. En dan krijgt hij een mooie glimmende vacht van. Oké, wat is nou anders dan mensenshampoo? Dit ontvet niet zo sterk. Nee, precies. Oké, ik weet nog wat ik was. Buddy, mijn vorige hond, was echt de beste hond ever. Die ging ook naar Cyril. En dan hadden we hondenshampoo met satijn erin, geloof ik. Ja, ja. Oh, en dan deed ik het op mijn paarden. En dan glommen ze niet normaal mooi. Ja, Buddy werd altijd eerst met de blauwe shampoo. Dan werd hij weer mooi opgelicht. En daarna met mink oil, dan glommen weer mooi. Oké, nou ik zou zeggen, laten we ze in bad doen. Hey, en Cyril, moet je ook uitkijken waar je wel of niet kan wassen? Kan je gewoon overal wassen, behalve over natuurlijk. Nee, maar je wil geen water in zijn neus en in zijn oren. Dat vinden ze vervelend. Ja, precies. En uiteraard geen sop in zijn ogen. Kijk hoe die eruit ziet! Oh jeetje! Het is zo grappig nu. Hey, wat krijgt hij nu aan? Een badjas? Ja, hij krijgt nu eerst een badjas. En dat is om de ergste vocht uit de vocht te trekken. En dat scheelt gewoon droogtijd. Ze heb je lekkere badjes aan. Wat? Ik voel even helemaal lekker dat vachtje. Ik krijg het nu een beetje koud, ja. Maar en wat gaan we hierna doen na de badjas? Nu gaan we hem droogblazen. Droogblazen? Oké, dan kom ik even achter je. Het is een soort... Föhn. Ja, het is een föhn, maar dan met meer vermogen. Dus het is net als dat je zo'n handenblazer hebt in een toilet. Ja. Dat heb je dan eigenlijk ook voor de hond. Maar die gaat gewoon heel hard, die blazen. Ja, die blaast heel hard. Maar blaas je hem dan niet van de tafeltje? Nou, je kan hem instellen op verschillende standen. Oh, oké, gelukkig. Dus voor een bouvier doen we hem voluit. En voor zo'n klein hondje, dan kan die gewoon... Ja, het is ook zielig als hij tegen de muur aan. En hoe vaak moet je ze nou wassen? Wat is het beste? De dierenartsen vinden dat ik het te vaak doe. Die willen maar 1 of 2 keer per jaar je hond wassen. Ja, maar ik heb gewoon... Een vieze vacht geeft ook weer klitten. Ja, precies. Dus hoe vaker je hem wast, ik was mijn honden zeker elke maand wel een keertje. Oh, okay. Ja. Maar dan wel met de verzorgende shampoo, die dan gewoon weer wat olie. Weet je, dat die vacht weer mooi gevoed wordt. Of een cremmetje, extra cremmetje. Ja, dan kun je precies. Ze gewoon prima elke maand wassen. En die hondenshampoo die beveiligt ook wel zeker? Ja, die zorgt ervoor dat die vacht mooi gesloten wordt, waardoor je minder snel gaat klitten. Wil jij gefeund worden? Oh, heb je het nu een beetje koud? Koud. Ja, oké, feunen. Ik ben benieuwd, ik heb nog nooit gezien een hond feunen. Oké, jongens, oren recht. Zo! Ben jij wat doof? Maar het is heel belangrijk dat hij goed droog is, anders krijg je er geen mooi model in. Oké, joh, jij bent lekker gefeund. En wat gaan we nu doen? Nu gaan we hem helemaal even uitborstelen en dan gaan we een mooie model knippen. Want hoe vaak moet je een dwergkees / Pomeranian borstelen? Nou, de meeste mensen komen 1 keer in de 3 maanden, maar het is eigenlijk een beetje wat je mooi vindt. Als je het leuk vindt dat hij er zo fluffy uit blijft zien, dan doe je hem gewoon wat minder vaak. Maar ik heb ook mensen die komen netjes elke 6 tot 8 weken en dan moet hij gewoon weer helemaal mooi netjes bijgewerkt worden. Oké, even kijken. En wat voor borstel heb je nodig? Universeel borstel. Hier borstel je hem gewoon helemaal mee uit. Volgens mij vindt hij het wel lekker. Ja, deze is heel makkelijk. En je kamt ze eerst en daarna ga je ze knippen? Ja. Ja. En wat? Ja, want het kan nu zijn dat er nog klitjes in zitten, dus die klitjes haal ik er nu uit. Daar hebben we niks aan, nee. Nee, die wil je niet. Nee. Ze hebben hele mooie dikke voeten. Kijk, lijkt wel. Oh, wauw. Een soort ux heeft hij. Oh, je hebt ux. Oh, dit is heel hartstikke duur.
Lekker, hè? Oh, sorry, die maak je haar weer in de war. Oké, ik zie hier allemaal verschillende soorten scharen liggen. Ligt het nou alleen dat we verschillende kleuren hebben of hebben ze verschillende functies? Nee, ze hebben ook verschillende functies. Oké, wat is het verschil? Dit is gewoon een rechte schaar. Dat is net als deze. Alleen deze is met een heel lang blad. Dus als je bepaalde hoeking wil, dan kan je mooi van boven tot beneden in één keer, knippen. Anders krijg je laagjes, dat wil je niet. Ja, anders krijg je het zou ook met de korte kunnen, maar met die heb je gewoon minder kans dat je hapjes daarin krijgt. Dan wordt het mooi strak. Ik ga even knuffelen. Ja, dit is een effileerschaar. Dat is een uitdunschaar. Dus als je niet in één keer een hele pluk af wil knippen, dan knip je met de effileer. Mensen die het thuis zelf een beetje bij willen werken, gebruiken vaker zo'n effileerschaar. Want dat is gewoon makkelijker. Ja, dus als je niet kan knippen, kan je... Zou ik de effileerschaar nodig hebben? Ja. En dit is een ronde schaar. Die heeft een kromming. En omdat die pommen allemaal van die bolletjes moeten zijn, gebruik ik bij die Pomeranians eigenlijk heel veel kromme scharen. Omdat ze toch heel rond moeten worden. Oké. En dat krijg je gewoon het mooiste als je al met een ronde schaar knipt. Hé, maar hoe duur zijn deze scharen nou? Die scharen zijn allemaal rond de 100 euro. 100 euro? Sommige zijn wat duurder en sommige zijn 100 euro. Dat is anders dan de 7 euro bij de Action. Oké. Okay. Ik begin altijd bij zijn oren. Kijk, hij heeft nu een hele fluffy vacht. En je wil dat die oren, dat dit mooi rond wordt. En dat die oren mooi wegvallen in zijn vacht. Oh, je mag geen oren zien. Nee, dat handig, als jullie flaporen hebben, kun je ze gewoon weg laten vallen. En je doet dan de puntjes van de oren. Tot wanneer weet je nou... Ja, je moet heel goed voelen. Ik hou mijn nagel, mijn vinger over het oor heen. Ja, dat je nooit het oortje eraf hebt. Dat ik alleen de haren vrij heb. Dat is ook zo'n zonde als je ineens een stukje oren... Oh, wauw. Ze hebben zo'n mooie kapsel. Ik wil ook een kapsel. Oh, het lijkt een soort van leeuw nu. Ja. Deze is al best wel mooi in model. Hoe vaak knip je deze nou? Deze gaat wel vaak. Deze... Je moet vaak naar de kapper. Maar deze is, omdat hij zo lief is, ook heel vaak oefenhondje voor mensen. Dus iedereen knipt op deze. Iedereen mag op hem knippen. Oh, hoor je dat nou? En ik zie ook heel vaak dat ze scheren. Dat is ook een trend. Wat vind jij ervan? Nee, het mag niet. Het hoort niet bij dit ras. En het is ook nog eens heel slecht voor die hond. Want, ja? Ja, je krijgt een soort scheerziekte. Wat is waardoor dat dan? De vacht niet meer mooi aangroeit. Oh, dat meen je niet? Ja, dan krijg je allemaal kale plekken. Dus dat is echt niet aan te raden bij die... Oké, als iemand bij jou komt, ik wil hem geschoren, dan doe ik het niet. Nee. En als je het wel zou willen, dan, en je wil hem wat korter en wat meer als een beer, dan kun je hem eigenlijk gewoon net als nu knippen, maar dan gewoon nog korter knippen. En dan... Dan heb je een beetje hetzelfde effect inderdaad. Ja, alleen is hij wat langer en heb je gewoon geen kans op die scheerziekte. Oh, wacht, dit is een staart toch? Ik ben het helemaal kwijt waar we zijn. Hij heeft niet zo heel veel staart. Die is gecastreerd, dus hormonaal was hij een beetje in de warme. Kijk, en hier gebruik ik die hele grote schaar voor. Oh, dat je in één keer die broek helemaal recht kreeg. Ja, oké, ik ga maar hier. Kijk, hier is weinig nu van af te halen. Dat doen we alleen even mooi strak maken. En hoe doe je het met die voetjes? Het moet een mooie gesloten kattenvoetjes worden. Dus je wil eigenlijk hele mooie ronde voetjes. Net als een poes eigenlijk. Hè? Dan knip je aan de onderkant alle haren weg. Dan heeft hij ook weer anti-slip. Anti-slip? Ja, op een gegeven moment als er zoveel haar onder zit, dan... Ja, dan glij je lekker door. Ja, we hebben wel anti-slip nodig, hè? Dat is handig voor je. Dan kun je harder rennen. Dan kun je mooi het verschil zien. Tussen het voetje wat niet geknipt is. Oh ja! Mooie geronde gesloten kattenvoetje, ja. Ja, je ziet er echt goed uit al. En hoe lang ben je ongeveer bezig met één hond? Anderhalf uur. Want ik zie jou, jij blijft wel gewoon lekker doorknippen, hè? Ik kan de hele middag knippen, maar met ongeveer anderhalf uur. Oké, nou, het ligt er een beetje aan. Deze is heel lief. Je ziet er perfect uit. Je ziet er perfect uit om lekker naar het bos te gaan. Ja, want ik denk dat je het mooiste van het bos bent. Ja. Nou, Cyril, super bedankt. We gaan even een rondje maken. Ja, oké. Okay. Ja, ga je mee? We gaan naar het bos. Lekker spelen. Heb je zin om een matje te rennen in een blubber? Nee, hè? Het is zonde, want je bent nu zo mooi. Nou, dan wil ik tegen jullie zeggen, dankjewel voor het kijken. Vind je ze even ook mooi? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot volgende week. Doei! Doei met je mooie kattenpootje. Oh, het voelt zo lekker.